Goedemorgen allemaal. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Je ziet het goed, ik sta hier weer in mijn sportkleding, want ik ga zo meteen naar de sportschool. Het is 8 uur, dus ik ben op zich best wel op tijd opgestaan om te gaan sporten. We hebben niet zoveel in huis, dus ik eet gewoon heel eventjes dit toetje van de Lidl. En wat ik zo lekker vind, kijk, als je dan een beetje roert. Ik heb het onhandig met één hand, maar kijk, dan zie je, dan zit er van dat rode spul onder. En misschien pak ik er wel twee. Moet ik heel even kijken. Dus ga ik nu even opeten en dan ga ik naar school. Oké, ik ben weer thuis. OMG, wat zie ik eruit. Echt helemaal bezweet. Een rood gezicht. Maar ik heb echt heel lekker gesport. Voor altijd heel rood. Ik had altijd zo'n rode wangetjes. Echt verschrikkelijk. Maar goed, wel een teken dat ik goed gewerkt heb. Ik heb eigenlijk vandaag een duurtraining gedaan. Ik heb een uur op de loopband gelopen. En ja, dat dan, moet je dan wel volhouden natuurlijk. Ik werk zelf altijd heel graag met hellingen. Dus dan zet ik de helling op 10. En de snelheid op ongeveer, ja, 6 ongeveer. En dan probeer ik dat zo lang mogelijk vol te houden. Soms bouw ik ook heel eventjes af naar 5 en 5, zeg maar. Want dan vind ik dat te zwaar worden natuurlijk als ik het zo lang doe. Maar wat ik zo leuk vind, is dat ik dan op de loopband altijd vlogs kan kijken. Dus ik heb de vlogs van Laura gekeken en van Manon, van Lilian, van Anna en Nushin. Kijk de laatste tijd ook de vlogs. Dus echt super leuk. Dan vliegt de tijd ook echt voorbij als je dat aan het kijken bent. Ik heb ook nog iemand gesproken bij de sportschool. En ja, ik wil nou toch wel iets serieuzer met trainen aan de slag gaan. Ik merk gewoon aan mezelf dat ik best wel moe ben de laatste tijd. Ik eet niet zo gezond. Dus ik wil er echt wel op gaan letten. En ik had met iemand van de sportschool daar heel even een gesprekje over. En die gaf mij het advies om 3 keer in de week intensief te trainen. Dan 1 keer een duurtraining te pakken. Dat is dus wat ik vandaag heb gedaan. Gewoon een uur op een cardioapparaat. En dat dan zien vol te houden. En natuurlijk kan je dan, als je de volgende keer gaat, ja, de snelheid aanpassen. Je kunt hem sneller zetten of de helling veranderen. Dan moet ik nog 1 keer in de week een krachttraining doen. En bij ons heb je van die lessen bodypump. Heel erg zwaar. Veel squats, veel gewichten. Maar ja, ik moet eraan geloven. Dat ga ik dus ook binnenkort een keertje doen. En dan wil ik nog 1 keer in de week een intervaltraining doen. En dan ga je in een half uur je hartslag, ja, hoog laten komen. En ja, gewoon een half uur knallen. En dat kan bijvoorbeeld op de spinningfiets. Dus ja, dat zijn wel dingen die ik wil doen. Als ik nog vaker in de week wil gaan trainen, kan ik dat gewoon een beetje voor de fun doen. En dan kan ik gewoon rustig aan doen. Dan moet ik ook niet te. Want ze zei, je moet ook niet in het begin in 1 keer echt te veel willen. Kijk, ik ben natuurlijk een beginneling, dus als jullie tips hebben voor sporten of motivatie, let me know. Ik ben nu best wel gemotiveerd. Ik merkte vanochtend ook, ja, dan lig je in je bed, ik kan niet opstaan, maar ik had wel aan mezelf beloofd. En nu ben ik terug, het is nu 9:30 en ik voel me echt goed, ik voel me top. Het is gewoon, normaal gesproken had ik misschien nu nog in mijn bed gelegen, zodat ik nu net ging opstaan. Maar nu heb ik al een lekkere workout achter de rug, dus dat is echt een goed begin van de dag. En ik wil het ook echt gaan volhouden, dus ja, let's do this. Ik ga nu heel even snel in de douche springen, want ik heb het echt heel erg warm. Mijn haar heel even lekker wassen. En daarna ga ik me eventjes opmaken en dan zie ik jullie zo weer. Nou, ik wil me dus gaan opmaken, zie ik dit op mijn kamer. Gadverdamme. Gelukkig ben ik niet bang voor spinnen. Dus ik ga ze even vangen. Maar deze, hier die links, is echt groot. En zo lieverd, daar ben ik weer. Ik zit nu op het station. Ik ben net met de fiets naar het station gegaan, dus dat was echt goed van mij. Ik pak normaal altijd de bus. Maar ja, sinds ik geen OV meer heb, moet ik er even op letten. Het kost elke keer iets meer dan 1 euro. Dat is natuurlijk niet veel, maar als je alle keren weer bij elkaar optelt, dan wel. Dus ik had gewoon besloten om met de fiets te gaan. Dat is toch best wel dichtbij. En ik ga nu op naar Eindhoven. Daar heb ik afgesproken met Britt. Zoals je kunt zien heb ik een donkerblauw jurkje aan. Die is van Zuidzee, als ik het goed uitspreek. Mijn horloge is van Daniel Wellington. Dan heb ik daar een armband bij, die gouden. Die is van Tof via Brentfield. En die andere armband is van Josh V. Dan heb ik ook een bijpassende ketting van om. En ik heb nog leren bikerboots eronder van Nelson schoenen. Zal ik jullie dadelijk nog wel heel even laten zien. Best wel een winterse outfit. Het is best wel warm weer eigenlijk. Volgens mij is het iets van 27, 28 graden. Maar goed, ik moest deze outfit vandaag shooten. Ik heb hier nog een grote tas bij met allemaal andere kleding. Weer winterkleding. Ik kies al steeds de goede dagen uit om winterkleding te shooten. Steeds als het warm weer is. Maar goed, mag niet klagen. Het is natuurlijk super lekker warm weer. Even kijken waar we dat precies gaan doen. Denk niet op strijp. Ik had laatst in Eindhoven ook een hele mooie marmeren muur ontdekt als achtergrond. Vond ik echt heel erg mooi. Dus misschien dat ik dat heel eventjes ga doen. En de schoentjes die ik aan heb, zijn die bikerboots van Nelson schoenen. Vind ik echt super leuk. En ik heb heel eventjes een broodje meegenomen. Die had ik nog gesmeerd.
voor onderweg al best wel honger. Wij zijn in Eindhoven en hier is Petje. We gaan heel even een locatie zoeken. We zijn nu hier ergens op de parkeerplaats. Even kijken of het lukt om foto's te maken. Trouwens, ik vind het jurkje echt super leuk dat ik aan heb. Maar het is wel echt heel kort. Dus dat is wel jammer, want het is wel echt een jurkje wat ik ook zeker in het najaar wel veel zou aantrekken. Ik moet hem heel veel naar beneden trekken. Echt niet fijn. En in de zomer had ik ook al een jurkje van dit merk en die zat echt top. Dus ik weet niet of dit nou maar eens kleiner is of wat het is. Maar goed, de zon schijnt. Oh, het is echt niet te doen. Zo warm is het. We hebben net al wat leuke fotootjes gemaakt. En de nieuwe outfit is aan. Top. Sexy Lexi van Kiki Riki. En mijn rokje. Zit niet goed. Maar die is ook van Kiki Riki. Zo'n tulle rokje. En daaronder heb ik die bikerboot. Ik weet niet wat ik ermee heb gedaan. Die vlekken blijven maar opkomen. Nou ja, zou ik lekker even naar kijken. Maar het is echt zweetig geblazen. We staan hier ook echt midden in de zon. Maar goed, wel leuke locatie. Nou, wat er net is gebeurd, Britt en ik zijn van de parkeerplaats afgestuurd, hè Britt? Ja, echt leuk. We mogen hier geen foto's meer maken. Er kwam net een man naar ons toe op de scooter en die zei, wat zijn jullie aan het doen? Foto's maken mag niet. Dat is verboden. Dus goed, één van de huisregels. Dus wij dachten echt van, oké, is dit een grap? Maar het is geen grap. Helaas, nou ja, we hebben wel een paar leuke foto's gemaakt hier. Voor mijn rokje zit heel raar. Maar we lopen nu naar beneden en dan gaan we heel leuk een andere locatie zoeken. Het Josh V outfit is weer aan. De top, de rok en de overknee boots. Mijn favoriete fall-winter outfitje. En ik wilde er toch nog wat leuke fotootjes mee maken, dus daarom heb ik die nog aangetrokken. Mijn mond is zo droog. Ik heb echt dorst. Ze zaten net al tegen elkaar te zeggen, dadelijk gaan we lekker een ijsje halen of een koud drankje. Want het is echt iets van 27 graden of zo. We hadden beter in de tuin kunnen gaan liggen vandaag, zei Britt net al. Hij zei ik ook wel, maar goed, we hebben eigenlijk wel weer leuke foto's. De setting, de tassen worden weer ingepakt. Wij zijn klaar, hè Britt. Leuke foto's gemaakt. Oké, ik zie eruit nou. Heel even snel weer een klein staartje gemaakt. Niet echt mooi, dat ik wel even fascineren. Maar we hebben zo'n dorst, volgens mij al 10 keer gezegd. We gaan zo even lekker wat drinken. Echt aan toe. Zo, nou we hebben iets leuks gevonden waar we wat willen gaan drinken, Britt. Britt had een tip aan mij gegeven. Dit is Croque Madame in Eindhoven. En die zit, welke straat is dit? De Emma Single. Bij die Hoe noem je dat? De Blob bij de studio. De Blob, oké, ik weet het wel helemaal niet goed. Maar dit is nog best wel nieuw. En we hebben net op de kaart gekeken. Er stonden in ieder geval super lekkere dingen op. Ik heb een sapje besteld. Aardbei, sinaasappel en een yoghurtje met vers fruit. Hoe dat jij? Ik had de mozzarella special. Tosti. En ook nog een sapje, hè? Ja. Met frambozen of zo. En aardbeien en sinaasappel. Lekker! Ons eten is en het ziet echt mega lekker uit. Kijk, dit zijn onze sapjes. Die van mij, die van Britt. Oh, ja. En dan is dit mijn yoghurtje. Wow, looking good. Ik heb er echt zin in. En dit is Britt's tosti. Ruikt echt lekker, hè? Mm-hmm. Oké, de eerste slok. Oh, zo lekker. Was ik echt even aan toe, een lekker sapje. Oké, we zitten nu in de trein. Ik ben heel even aan het kijken welke foto's ik leuk vind. Van die we net hebben gemaakt. Zit er wel wat leuke tussen. En Britje, Brit gaat zo. Moet uitstappen in Hezen. Pakketjes time. Ga ik al even leuk met jullie unboxen. Dit is een perspakketje van Ethos. Deze maand hebben we weer een aantal leuke producten voor je. Mascara's. Veel plezier bij het testen en laat weten wat je favorieten van deze maand waren. Ik ga al even kijken. De All-in-One mascara. Deze heb ik al ooit gehad. De Volume mascara en de Sensitive Volume. De mooiste lingerie setjes van After Eden. Ik ben weer helemaal verwend. Ik zie hier een hele mooie BH. Wacht, ik zal het heel even uit de plastic halen. Oké, dit zijn de BH's. Er zijn al zoveel. Echt super leuk. Dit is de Anna BH. En dat is gewoon eigenlijk de standaard BH. Volgens mij ook de meest verkochte. En die hebben ze dan in verschillende kleuren. Ik heb er ook al een paar leuke kleurtjes van. Er zit een klein beetje een gelvulling in. En dit is een hele mooie blauwe kleur. Heel basic, heel makkelijk te dragen. Ik vind die echt altijd super. Een strapless BH, dus het bandje kun je eraf halen. En wat ik zo leuk vind, is dat het niet een gewone strapless BH is. Doordat hij net het kant eroverheen heeft, krijgt hij toch net dat extra's. Ik heb deze ook in het zwart. Echt super fijn, helemaal top. Vind ik persoonlijk iets minder deze kleur. Wel erg leuk voor, voor de zomer, die felle tinten. Maar dan heb ik nog drie setjes uit de nieuwste collectie.
En dit is echt mijn favoriet. Kijk hoe leuk deze is. Lichtroze en dan afgewerkt met zwart kant. Hier van die zwarte strepen. En hier zit ook weer een beetje gelvulling in. Echt heel erg mooi. En dan het tweede setje. Dit setje is best wel apart hoor. Kijk. Die heeft hier voor. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar van die bandjes. Dus dit hoort zo voor bij je BH. De foto zag het er heel vet uit. Ik ben benieuwd hoe het bij mij zou staan. Ik vind de kleur in ieder geval heel erg gaaf. Wat ik heel erg gaaf vind is dan dit detail. Kijk. Heel mooi afgewerkt met lace. Love lace. Nou, deze BH's komen binnenkort op mijn blog. En dan ga ik jullie er ook meer over vertellen. Misschien staat die nu al online. Dan ga ik hem in de beschrijving zetten. Maar misschien ook niet. Moet ik heel even kijken qua planning. Maar, superleuk nieuws. Ik mag een paar meiden van jullie blij maken met die leuke BH's. Helemaal te gek. En wil je meedoen met deze winactie? Kijk dan zeker heel eventjes op mijn blog. Volg alvast @liekewiemans op Instagram. @afterinlingerie op Instagram. Vergeet je vooral niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan ben je eigenlijk in de race. Als je een reactie achterlaat, dan weet ik dat je meedoet. En het zou helemaal top zijn. Ik heb net lekker gegeten en ik ga zo meteen met de auto naar Delft. Ik heb vandaag echt een topdag gehad. Ik heb lekker veel gedaan. Ik heb er echt een fijn gevoel over. En bij deze ga ik gewoon de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vonden jullie hem leuk? Wil even je duimpjes omhoog? Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Doei doei.